De brandweerpost Tiel heeft een nieuwe hoogwerker. In de hoogwerker zijn speciale voorzieningen aangebracht, zoals de mogelijkheid om een ambulancebrancard veilig naar beneden te brengen. Naast het werk op hoogte wordt het voertuig ook ingezet bij het blussen van branden. Het is voorzien van een waterkanon met een vermogen van 2000 liter per minuut. Het voertuig is tijdens de oefenavond van de brandweer in Tiel op feestelijke wijze in ontvangst genomen. De nieuwe aanwinst is door een meesturende achteras wendbaarder dan de oude hoogwerker, maar ook sneller met het uitschuiven van de mast en het maken van bewegingen. Ook zijn alle technische voorzieningen moderner en geavanceerder. De mensen die met het nieuwe voertuig werken hebben inmiddels een training gevolgd om het apparaat goed te bedienen. Wat nog volgt is een rijtraining, waarna het voertuig naar verwachting medio november in gebruik wordt genomen. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid beschikt over 6 hoogwerkers. Deze staan respectievelijk in Groesbeek, Wijchen, Nijmegen, Culemborg, De Rijnen en Tiel.